Je begon de zomer zo lekker met een zomerse single op dat pokkerweer. Ja, ik dacht dat ik het wel aardig getimed had, maar het was een foute timing. Kijk, weet je wat het is? Het liedje zegt eigenlijk, als je heel eerlijk bent, dat de zon in je hart zit. En dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt in welke maand je hem uitbrengt. Nee, ja, het liedje speelde zich af op het strand. Dan moet ik zeggen, dan was het die dag zelf ook een gevoelstemperatuur van min 10. Dus het hielp allemaal niet. Maar kijk, op het moment dat je een nieuwe single maakt, gooi je er heel veel liefde in. En dan hoop je dat dat bij de mensen thuis overkomt. En dat is het enige eigenlijk wat je kan doen. Want de afgelopen anderhalf jaar ben je flink aan de weg aan het timmeren. Ja, daar ben ik ook wel apen trots op. En ik moet je heel eerlijk zeggen, daar doe je het voor als artiest. Als je begint met 10 fans. En na 2 jaar heb ik een fandag gehad waar 200 mensen op afkomen. En ik hoop dat het me gegund is dat ik over 3 jaar dus 500 heb. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik gewoon hetgene doe wat ik heel erg leuk vind. En dat is zingen. Dus. Ja, maar ik denk ook dat is dan de enige kans van slagen. Je moet heel erg genieten. Je moet van de mensen houden. Je moet van het podium houden. Maar je moet ook gewoon heel hard vechten. En de mensen zien altijd alleen maar het leuke. En zullen misschien ook mensen zijn die zeggen van ja, het komt hem allemaal aanwaaien. Maar achter de schermen werk ik er echt keihard voor om mijn eigen plekje te veroveren. Frustreert dat als mensen dat denken of misschien zelfs zeggen? Nee, ja, in het begin was ik dan van ja, dat het me frustreerde. Ik denk van ja, weet je, ik doe gewoon mijn ding. Tegenwoordig denk ik, dan ga ik me gewoon meer harder bewijzen en dan ga ik gewoon mijn best doen. En ik merk aan de mensen en aan mijn fans dat ze me in hun hart hebben gesloten en daar doe ik het voor.